De zojuist door de Raad ingestelde commissie voor onderzoek geloofsbrieven heeft wederom de geloofsbrieven van de heer Middelkamp onderzocht en vastgesteld dat er nu geen belet zullen zijn voor toelating. Punt. Meneer Middelkamp, de tekst van de eten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Raad naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Middelkamp. Zo waren helpen mij God almachtig. Dank u wel. Dan heb ik ook voor u. Nou, die toelating heeft langer geduurd omdat er in de aanvankelijke toelating een aantal nevenactiviteiten van de heer Middelkamp werden gesignaleerd. Die op grond van de gemeentewet die een raadslid niet mag uitvoeren. Dat is nog steeds zo en dat blijft ook zo. Alleen in latere instantie is vastgesteld dat eigenlijk overal in het land getoetst wordt aan een artikel van de gemeentewet dat pas van toepassing is op het moment dat iemand al raadslid is. Want ik ben nog steeds dezelfde persoon. En daarmee is ook erkend dat de vorige oude raad de wettelijke regels heeft opgezocht. En die is er overheen gegaan. Die heeft meer gedaan wat wettelijk toegestaan is. Dus op oneigenlijke gronden ben ik 3 weken geleden niet toegelaten tot de raad. Dus bij de toelating mag je naar bepaalde zaken wel kijken, maar bepaalde zaken ook niet. Dat is overal in het land gebruikelijk, dat gebeurt. Alleen eigenlijk hoort dat dus niet zo te zijn. En dat hebben we vanavond hersteld. En dat betekent dat de heer Middelkamp vanavond alsnog is toegelaten en beëdigd is als raadslid.